Achter de feiten sprak met Ronnie Kegels, de man met de belangrijkste job van de avond. Ja, ik heb dus de eer om de trofee voor het meest populaire televisieprogramma uit te reiken. En ik begeleid ook een mystery guest op het podium als panda. Dus dat is populair nu, hip, de panda. Waarschijnlijk denkt u van ja, een panda spelen, dat is simpel, dat is gemakkelijk. Maar dat is niet zo. Een panda die loopt dan door het donker. Je ziet niks, je hoort niks, je voelt niks. En dan is er natuurlijk nog het panda-pasje. Maar plots wordt tijdens de liveshow anders beslist over de invulling van het pandapakje. Ja, er is blijkbaar een last-minute scenario-wijziging gebeurd. De mystery guest blijkt dan Bart de Wever te zijn. Die man stond erop van alles zelf te doen. Ik zag hem ook toekomen met zijn chauffeur, denk ik, volledig in pandapak. Maar gelukkig heeft de productie gezegd dat dus mijn rol hier vooral backstage... Ik denk dat Kijkend Vlaanderen wel een betere panda verdient dan Bart de Wever. Meneer de Wever, dat is een gat. Ja. Bart de Wever heeft gewoon mijn avond en misschien zelfs heel mijn carrière gewoon kapot gemaakt. Sorry. En dan zwijg ik nog over de nacht van de Vlaamse televisie.